En die zijn allemaal rond. Goedemorgen. Hallo. Heb je er een beetje zin in? Jij ook? Wel spannend hoor. Ja, heel spannend. Ja, de grote baas komt langs. Daarom ben je er zo vroeg. Normaal ben je altijd te laat. Daarom heb ik een trui aan. Oh, is dat het? Ja, tuurlijk. Hey Anne. Hi. Ben je nou speciaal naar de kapper geweest omdat de baas komt? Ja, laten we het daarop aan. En nog even iets anders, hè? Ja. Er hing hier altijd een bordje. Ik heb geen idee waar je het over hebt. Laat eens even zien. Ja, ergens hieronder. Maar toen werkte ik hier 2 dagen, geloof ik. Nee, ik werkte hier een paar maanden. Toen heb ik voor de grap geroepen. Ik werk hier nog niet zo lang voor de NOS. Ik ben nog aan het leren wat nieuws is. In 2016 zei ik dat. Ja. Maar die, als de baas komt... Ik snap het wel, hoor. Voor je archief. Oh, het heeft ook echt ergens ingestaan. Ja, Max Magazine, zei ik dan. Wauw. Ja, tof, hè. Ik vroeg me af, heb jij nog een tip hoe je met radiobazen moet omgaan? Dat lijkt me echt iets voor jou. Ik heb een tip. Het beste van niet. Gewoon uit de buurt blijven? Ja. Ja? Ja, dat helpt beter. Oké. Je hoort wel wat ze van plan zijn met je. De chef komt langs, de grote baas van de NOS. En is dat ook alweer? Gerard Timmer. Oh, oké. Vind je dat ik meteen zo hoi kan doen, denk je? Ja, tuurlijk. Moet je gewoon doen. Hallo. Hi, ik ben Carmen. Hoi, Carmen. Gerard. Je wil wel even een vlog, hè, Gerard? Ja, ik heb een vlog. Ja? Ik ben voor het eerst bij de NMS Nieuwsredactie op Radio 2 en Radio 5. En wat vind je ervan? Jongens, jullie doen hier met heel weinig mensen ontzettend veel werk. Wauw. Ik heb zojuist gehoord dat jullie het best beluisterde NOS-programma zijn. Ja, precies. Ruud, heb jij goede ervaringen met radiobazen? Ja, ook goede. Ja? Niet alleen slechte, zeker. Ik heb nu een leuke radiobaas. In de vorige was een leuke radiobaas. Ja. Bij 58 heb ik ook een leuke radiobaas gehad. Ook een wat mindere. Maar... Heb jij een lesje diplomatie gehad of zo? Nee, helemaal niet. Maar dan moet je vragen, waar waren ze niet leuk? Ja, maar het is ook weer zo negatief. Oké, dat moet je ook helemaal niet willen. Nee, dat is ook wel zo. Maar waarom? Nou, Gerard Timmer, de nieuwe NOS-baas, ja. Die was er. En volgens mij is die wel oké. Ja, Gerard Timmer is een hele leuke man. Ik ken hem toevallig. Ja, helemaal niet toevallig, want ik ken hem. Het is wel een hipsterkoep, joh. Staat je echt hartstikke goed. Ik ben dus, ik ging altijd bij mij in de buurt naar de Marokkaanse kapper voor een tientje. Maar nu ben ik de stad ingegaan naar een barbier, zo noemen die zich ook. En hij zei dat kappers, die gewoon bij een kapperschool zijn opgeleid, die denken te veel in vrouwenkapsels. En die zijn allemaal rond. Moet je rond denken. Maar mannenkapsels zijn gebaseerd op recht. Zo recht mogelijk, want dan komt de kaaklijn er beter uit. Ja. En dat leer je op een barbierschool. Je bent in één keer hipster. Ja. Nee, maar echt. Ja. Heb je verder nog een tip? Moet ik nog iets speciaals doen bij hem? Om een beetje... Nou, hij houdt niet van gezever. Je moet heel duidelijk zijn bij hem. En eerlijk. Ja, dat wordt niks bij mij. Nee, daarom. Daarom jammer, joh. Ja. En hij houdt niet van homo's. Nee? Gehandicapten heeft hij ook niet echt. Oh. Dat is niet echt zijn ding, hè? Ook. Vegetariërs. Buitenlanders helemaal niet. Hij houdt niet van voetbal, niet van Koningshuis. Linkshandige, ook niet. Nee. Hij rijdt een limo, geloof ik. Nee man, dat is gewoon hard. Dat is allemaal niet waar. Ik wou dat elke omroepbaas zo was, zoals hij. Ik hoor nu Jenny. Er nog eens? Laurel. Ik hoor Laurel. Laurel. Kom eens hier staan. Laurel. Ja, ik hoor Laurel. Horen jullie echt Laurel? Ja. Volgens mij jullie het echt een grapje te maken. Nee, oké. Okay. Laurel. Ik weet van een goede psychiater. Nee, maar... Oké. Okay. Mensen, laat even weten in de comments wat jij hoort. Jenny of Laurel? Vraag het even aan jullie, want jullie hebben jonge oren. Hallo. Wat hoorde jij? Jenny of Laurel? Vanochtend Jenny. Zie je wel. Na de lunch Laurel. En kan ik niet begrijpen waar ik 's ochtends Jenny hoorde. Maar ik ben dus niet de enige die Jenny hoort. Nou, ondertussen wel, want nou hoor ik Laurel. Ja. Hè? En jij? Ja, ik hoorde het vanochtend allebei door elkaar. Ja, dat hoorde ik ook al van mensen. En nu hoor ik alleen nog maar Laurel. Ja, jij hebt het nu ook, hè? Jij hoort nu Jenny. Ik hoor nu Jenny. Ja, is toch maf? Ja, dat was echt Jenny. Dat is Hatje. Laurel. Wat hoor je nu? Laurel. Laurel. Je hoort hier overduidelijk Jenny. Nee. Overduidelijk Laurel en niks anders. Hé. Hey.
Gaat hij goed? Oké. Okay. Merk havermout van morgenochtend. Echt? Dat doe ik al een paar weken inmiddels. 3 jaar na de hype? 3 jaar na de hype. Wat ga je daarna doen? Loombandjes? Flippo's, het schijnt ook een hele hype te worden, hè? Lul.